Vandaag gaan we het hebben over dynamo controleren. Waarom dynamo controleren? Als de dynamo niet meer bijlaat, dan loopt de accu langzaam leeg. En dan kom je vanzelf stil te staan of je auto staat niet meer. Om je dynamo te controleren heb je voltagemeter nodig. Je kan een voltagemeter nemen of een multimeter. Met een multimeter kan je voltagemeter, ampère en weerstand. Zet deze meter op voltage. Open de motorkap. Weet je niet waar de hendel zit? Kijk even in het boekje. Kijk dan ook gelijk even waar de windhaak zit en waar eventueel de accu zit. Zie je niet zo snel over het hoofd, maar je weet maar nooit. Sluit de rode pen van de multimeter aan op de plus. En de zwarte pen gaat op de massa van de accu. Heb ik nu gedaan. We meten nu 12,5 volt. Dat is wel goed. Deze accu is ook pas nieuw, dus ik had het niet anders verwacht. We gaan nu de motor starten en kijken wat de voltage dan is. Hij moet zeker tussen 13 en 14,5 volt zitten. We hebben de motor nu gestart. Zoals je misschien kan zien, hebben we nu bijna 14 volt. Dat is goed. Dat betekent ook dat de dynamo ook gewoon goed bijlaat. Wat we nu ook gaan doen, we gaan nu de lichten aanzetten en de blower. Dan gaan we kijken of er een voltage overblijft. Ik heb nu de verlichting en de blower aangezet. Zoals je kan zien, ongeveer 13,7 volt. Dus de dynamo laat heel goed bij. In dit geval is de accu goed en de dynamo. Als de dynamo niet goed bijlaat, hoeft niet altijd de dynamo zelf te zijn. Dan kan namelijk ook een zekering uitleggen. Je spanningsregelaar kan kapot zijn. En er kan een draadbreuk ergens zijn natuurlijk. Dit was het weer voor vandaag. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Hoi!